Als teamleider van de MBO-afdeling Natuur en Groene Ruimte wil ik graag twee studenten huldigen. Dat zijn Timo Kruijten en Stefan Scholderman. Ze zijn namelijk vanaf zaterdag Nederlands kampioen tuinaanleg. Ze hebben daarmee een topprestatie geleverd en daar zijn we als school bijzonder trots op. Ja, het was een hele zware, moeilijke wedstrijd. Maar op het moment dat je Nederlands kampioen bent, dan is dat is fantastisch. Het is een droom die uitkomt. En u bent de coach, maar u staat dan aan de kant. U kunt daar eigenlijk niks meer. Ja, ik sta inderdaad aan de kant en het meeste werk wat je moet doen is vooraf. En tijdens de pauzes mag je nog even wat zeggen. En dan voor de rest moeten de jongens het inderdaad zelf doen. Ja, klopt. Helemaal. Ja, het was een moeilijk ontwerp. We hebben een dag van tevoren hebben het ontwerp gekregen. En toen hebben we een hele dag ervoor gehad om de hele tekening uit te pluizen. En daar zijn we heel druk mee geweest. Maar het is goed uitgepakt en helemaal goed gekomen. Dus nu op naar Abu Dhabi. Ja, klopt. Ja, dat is een hele ervaring. Het was op zich al mooi om in Den Bosch te staan en natuurlijk Nederlands kampioen te zijn nou. Maar Abu Dhabi is super, is hartstikke geweldig. Wat verwacht u daarvan? Ja, wat verwacht je daarvan? Dat is natuurlijk een hele andere wedstrijd. Er zijn heel veel landen die samen dus de strijd aangaan. Het zijn de Olympische Spelen voor de beroepenwedstrijden. En deze jongens gaan mee in het Nederlands team, waar ook alle andere beroepen zich vertegenwoordigd zijn. Dus we gaan met een hele grote delegatie daar naartoe. En we hopen daar zo hoog mogelijk te eindigen uiteraard. En de technieken die daar gebruikt zullen worden, zullen wellicht iets anders zijn. Maar deze jongens krijgen vast nog wel even wat training vooraf. En dan hopen we toch met de materialen die we daar krijgen een goede prestatie neer te zetten. Nou, hoe heb je dat ervaren, de ontvangst hier in de school? Ja, dat was fantastisch. We werden echt als helden ontvangen. En dan deze huldiging met iedereen erbij. En het bestuur komt nog langs, dat is echt fantastisch.